Vandaag ben ik met mijn... vriendje Nigel. Ja. En Nigel gaat mij vandaag... Nou, weet je wat? Vertel jij het maar. Nou, vandaag gaan we zien hoe slecht ze is in H1Z1. Nigel gaat mij leren spelen hoe ik H1Z1 moet spelen. Ik ga me irriteren. Ja, misschien wel. Misschien ben ik maar eens goed. Dat weet je niet. You never know. Ik heb wel een paar video's gezien van Don, a.k.a. Game Meneer. En ik vond het altijd super leuk om naar die video's te kijken. Helaas is hij daarmee gestopt. En toen kwam ik met een idee van... Oh my god. Waarom ga ik geen H1Z1 proberen te spelen? Dus hier zitten we dan. Nigel gaat nu alles doen voor mij. Installeren. Weet ik hoe het allemaal zit. Ik zie hier allemaal mappen of zoiets. Of zijn dat geen mappen? Ja. Is hij aan het opnemen al? Ja. Oh. Dit zijn... Je hebt twee game modes. Je hebt meerdere. Je kunt met 5 personen spelen, 2 personen. Je kunt scrimmage doen, dat is ignition. Ja. Tenminste, ignition niet, dat is iets anders, scrimmage. En je kan gewoon de king of the kill. Nou, dat wil ik wel, de king of the kill. Ja. Is dat het moeilijkst of? De ignition die is er niet. Oh. Doe maar gewoon eentje, we zien het wel. Ik heb het, by the way, nog nooit eerder gespeeld, dus ik weet niet hoe het zit. Ik weet niet wat ik moet doen. The first basic steps. The first basic steps. B is lopen naar voren. Ja. A is naar links. Ja. Dus dan loop je zijwaarts naar links. Ja. D is zijwaarts naar rechts en S naar achter. Net als bij Minecraft eigenlijk. Minecraft, ja. Oké, en hoe spring je of kan je niet springen? Spatie. Spatie. Dus je hebt je vingers W-A-S-D, heb je shift. Ja. Als je die ingedrukt houdt, is het rennen. Rennen, oké. Z is liggen volgens mij. Ja. X is zitten. Ja. En C is bukken. Bukken, oké. Dus het is al mijn handbereik, zeg maar. E, pak je dingen op. Oké, E, ja. En met T, tenminste. Met T doe je dit. Oh, dat verandert. Ja, maar ik wil gewoon zo. Oh, ik wil zo. I. Gebeurt er niks. Oké, weet je, we zien het wel. Laat hem eerst even dit zo doen. Hij is wel een beetje laggy. Is dat altijd zo hier of niet? Beetje. Oh, ik sla iemand. Of sla ik nou niemand? Linker muisknop is rechter als je een geweer hebt. Oké. Rechter muisknop is deze rechter. Ik sla deze man. Oh, hij is weg. Mm-hmm. Hoe kan dat? Ik zie gewoon weg. Een linker muisknop is schieten. Ja, dit ziet echt uit als een supersession, deze man. Hij denkt dat hij kan vliegen. I believe I can fly. Zag zie je dat? Kiki. Wat doe je? Nee, ik wil dat niet. Hoe doe je dat weg? Ik wil hem slaan. Oh! Zag je dat? Oh, hij is daar. Loop ze aan die hoek, loop ze aan die hoek. Ja? Hoe ren je ook weer? What the heck? Hé, hey, hoezo buk jij? Ga niet bukken, bitch. Zo, so, in your face. Deze laat mijn geesten. En deze staat stil. Is het een heel laggy game of ligt het nou aan mij? Oh, oh jee, we gaan beginnen. Oh, spannend. Ja! Oké, guys, daar gaan we. Ik hoop echt niet dat die lekt. Wow! Oké, kijk eens naar beneden. Ik zal hier landen. Ja? Er landt al iemand. Nee, ga daar naartoe. Daar landen ook al. Oh nee, ga maar lekker daar naartoe. Ga maar lekker daar naartoe. Ja, ja. Oh. I'm laggy. I'm fucked. Ik weet ook echt niet wat ik moet doen. Nou, schuilen. Schuilen, moet maar doormaken.
ga het bos in rennen. Ik hoor iemand. Ik hoor het. Ik hoor allemaal kanschoten. Money for my life. Wat is ook weer bukken? 7. Oké, ik ben echt bang, jongen. Ik heb gewoon zweethandjes. Als je deze indrukt, dan gaat hij automatisch naar voren lopen. Je hoeft maar één keer te drukken. Oh, oké. Als je dan weer wil dat het stopt, doe je of je doet gewoon zelf lopen of je drukt weer hierop. Oké. En hoe buk ik? C. Oh shit. Is het. Oh ja. Hoef je ook maar één kind te drukken. Oké. Ik heb geen wapens, niks. Ik zou die kant op lopen. Die kant, deze kant? Ja. You sure? Oké, dit is wel echt heel erg eng hoor. We gaan ook. Oké, ik zeg eerlijk, hoeveel spelers waren er in het begin? 134 of zo. En ik zit nu al bij de 84. Mm. Nou, zonder wapen. Soms ineens win ik. Terwijl ik niks heb gedaan. Ah, er blijft altijd allemaal één over. Ja, maar misschien gaat hij dood of zo. Door eigen granaat of zo. Oké, en nu? Daar gewoon naartoe gaan? Ja, waarom niet? Je hebt toch een wapen nodig. Oh, er loopt iemand. Het is wel echt heel, heel... Ik vind het wel... Oh, chips. Als je alt indrukt, kun je met je muis naar rechts kijken terwijl je gewoon naar voren aan het lopen bent. Alt? Ja. Heel spatie. Oh ja. Oké, kan ik hier gewoon naar beneden of niet? Ik zou het maar niet doen. Oh. niet doen. Niet. Ik hoor iemand. Ik weet het zo niet. Oh ja, dat ben ik zelf. Dacht iemand nou dat niks, noppes. Ik ben er gewoon stil van. Kijk links. Ja, gewoon een beetje op het grond kijken. Oh, iemand schiet op mij. Oh, ik hoorde die kook. Oh, wat moet ik doen? Hoe ren ik? Hoe ren ik? Ja, in één rechte lijn. Hoe ren ik? Eindelijk. Met Call of Duty en zo. Ja, maar dit is geen Call of Duty. Nee, oké, dat is waar. Die Call of Duty logica zit hier niet in. Oké, op naar de volgende potje. Oké, we zitten in de lucht. Nee, kijk, die pootjes naar voren. Ik zou lekker hier zo lekker niet nemen, maar... Kijk, wat hier naartoe? Ik zou lekker bij die huis lekker. Deze huis? Lekker die grote. Held van hem heb je hem gepakt. Met alleen slaan, hè? Eerlijk, dat vind ik nog wel. Ik ben trots op mijzelf. Ik ben echt trots op mijzelf. Op mezelf. Mijzelf. Ja. Mezelf. Ja, oké. Nu gaat Nigel een potje spelen en dan gaan we kijken hoe hij het doet. Beter dan jou. Oh, joh. Nou, dit heeft niet geholpen. Dat ene kleine eilandje daar verderop moeten nemen. Ja. Maar waarom heb jij dan wel weer zo'n plek waar het lekker chill en rustig is? Ik heb volgens mij zelfs een auto. Oh! Maar ik zeg, hoeveel geluk heb je dan? Kwaliteitsspul. Nice. Wat is dat? Oh, een shotgun. Een shotgun, ja. M9, ja. Ik heb een tas nodig. Je hebt wat? Een tas nodig. Hey,
helpje. Er ligt een helpje. Hey, oh, 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 oh. Schieten. Yes, je hebt gedood! Waarom niks? Dat weet je niet. Zie je? Dat doe ik. Moest je die helm niet? Oké, helm. Jawel, er lag een helm. Ga terug, er lag een helm op tafel. Kijk hier. Waar een helm? Ik zeg tot daar een helm ligt. Wat is dit spel gebaseerd, bedoel ik? Op, hoezo? Het ziet er een beetje uit alsof er, ja, het sowieso verlaten, maar wat is er gebeurd, zeg maar? Zit er een verhaal aan of zo? In principe was het in het begin was het een zombiespel. Dus dan moest je in je eentje moest je rondlopen, moest je zombies, moest je overleven, dan moest je overleven, moest je zombies killen. Volgens mij is dit te laat weggekomen, ik weet niet zeker. Maar hoezo is die zombie er dan, niet meer in ofzo? Het is er wel, want het wordt gewoon niet gespeeld door veel mensen. Heel veel mensen spelen, ik kom maar in, doe dit. Ja. Oh, dus je hebt dit, maar je hebt ook nog die zombies en zo. Ja. Volgens mij zijn er batterijen op. Ja, ik heb geen andere batterijen. Schat. Ik heb hem nog ook hier. Je hebt hem! Oh my god! Kun je echt een batterij zoeken alsjeblieft? Wat voor batterij zit erin? Ja, dan moet je heel dat ding... Oh my god, dat is echt stressen! Wat doen we mee? Ja. Back in the game. Even kijken. Stressmomentje. Gebeurt alleen maar weer bij ons, hè. Hij moest gewoon met het middelste muis van je laptop, zeg maar, dat soort van... Touchpad. Oh, ja, thanks. Kerel, je bent gekild met een touchpad. Op de muis deed het niet, de batterij is op, was op. Waarom staat daar een auto? Pak hem. Ik vertrouw dat niet helemaal. Je hebt een auto! Woehoe! Oh, je hebt nog maar 20% fuel. Oh my god. Wat was dat? Bommen die ze loslaten. Maar ze hebben nu mijn auto kapot gemaakt, of niet? Ja. Zo, jij hebt geluk dat je daar weg bent? Ja, man. Die auto heeft het overleefd. Die eindstappen. Dat wil je echt doodgeschoten. Oh my god, ze willen me dood hebben! Wow. Hoor je dat niet? Ja. Een kwart. Auto. Maar hoezo zal die andere auto pakken terwijl deze beter is? Kijk, daar komt ie. Oh nee! Oké, je bent wel 8e geworden. Je hebt het goed gedaan. Hallo, je bent 8e geworden. Van de 100 nog wat. Vond je dit nou leuk dat Nigel mij
iets van Simon leren spelen en wil je nog meer van zulke soort dingen zien dat Nigel mij een spel leert spelen, laat het dan eventjes onder in de reactie welke spel dat moet zijn. En dan gaan wij kijken of wij dat gaan doen. Vond je deze video leuk? Beloon me zeker met een blauw duimpje omhoog. Ik wil jou bedanken dat je mee wilde doen, want ik vond het echt super leuk. Ondanks dat je het niet hebt gewonnen. Loser. En dan zie ik... Wat zei je? Je bent slecht. Je moet doen zeg. En dan zie ik al zondag bij een nieuwe video. Doei doei! Doei.